Ja, je voelt je eigenlijk gewoon een stuk dynamiet weer, hè? Wat ontploft straks. Als de dingen open gaat, dat je dan op het juiste moment weg bent en je pompt er alles uit. Ja, je zit op je fiets, je ziet die klok zie je zo aflopen, die begint bij 50 en die gaat naar beneden. Dan heb je die gasten naast je staan, dan kijk je nog eens een keer naar. Ja, ik krijg er alweer kippenvel van. Ja, dan is het de laatste 10 seconden, dat lijkt wel 10 minuten te duren. Je hoort niks meer, je hoort alleen je wind. Je voelt je lichaam ja, heel warm worden, doorversnellen. En op het moment van zitten, naar wat zou het zijn, 150 meter, dan stuur je die laatste bocht in. En daar probeer je hem zo goed mogelijk op zwart te houden. Je vertelt je lichaam dat je goed moet draaien. Ja, uitkomen op bocht stuur je hem naar rood toe. En je schreeuwt nog een kreet naar nummer 2 die je dan onder je vandaan komt lopen. Dus het is zeg maar echt een... Ja, een hele bijzondere ervaring. Het is gewoon iets heel unieks. Ik ben een hele gedreven gast die totaal echt niet tegen zijn verlies kan. Ja, dat zit wel diep dan, ja, als iets niet lukt. Maar op zo'n moment in de strijd, dan doet dat zoveel met je dat gewoon steden branden af in je hoofd. Het is echt verschrikkelijk als iets niet lukt. Maar hetzelfde met men zeg je niet hoor. Als je van me wint, dan pak ik je ook. Ja, mijn rol binnen het team, hoe ik het zelf zie. Ik vind het hartstikke mooi om die gasten altijd op te naaien. Om het maximale uit zichzelf te halen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Weet je? Want we hebben 2 andere gasten die ook helemaal niet tegen hun verlies kunnen. Dus eigenlijk heel natuurlijk houden we elkaar eigenlijk knijterscherp. En zo is die rolverdeling eigenlijk ook weer met z'n allen. We zijn echt een team. En naast het fietsen dan hebben we ook nog steeds veel contact met elkaar. Het is ook wel maatjes weer. En ik denk ook dat dit ja, ook wel weer een extraatje is voor ja, goede prestaties. Als ik naar mezelf kijk en ik heb zeg maar alles in een mooie tabellen neergezet hoe ik presteerde de laatste tijden. En er zit gewoon een hartstikke mooie stijgende lijn in. Met de ultieme piek op het WK hier. Je moet er veel voor laten, maar je krijgt er ook een heleboel voor terug. Want wat is het is dan niks moois als je straks in een vol stadion hier vol op patat mag rijden. Ja, dat is echt een ervaring, jongen. Dat vergeet je nooit meer. En we hebben hier in 2011 ook het WK gehad. Nou, dan zit dat helemaal ramvol hier. Ja, dat is gewoon super. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt iets. Ja, dat is mooi. Ik ben eventjes de SRM-files aan het doorsturen naar Tim Veld, onze trainer van de ploeg. Hier zit dus de laatste training, dat was een 3x100 meter. Hier de grafiek van de wattage, 100 meters, 2090 als piek. Dus het waren ook goede tijden allemaal, dus het was een lekkere training. Kijk, wattage zegt natuurlijk niet alles, maar het geeft wel iets weer van je vorm. En die steekt momenteel heel goed. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe alles gaat en hoe we het daar gaan doen. 3 files. En die files van afgelopen week. Je hebt natuurlijk als je topsporter bent, is het niet zeg maar de renner en zijn road to succes, weet je. Het is eigenlijk een heel bedrijf eromheen. En, mijn vrouw, die is me belangrijk, mijn kinderen, mijn vader en moeder. We hebben nog een paar vrienden die dan heel dichtbij staan. En je hebt in feite dat klikje, daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Maar die zijn in feite net zo fanatiek als de renner zelf. Omdat je als renner zoveel verlangt van je lichaam. En zoveel, je stelt zulke hoge eisen. Dat je dat verwacht ook om de mensen om je heen. En dat is vaak wel een dingetje, wat sommige mensen dan niet begrijpen van ja, dat is toch heel egoïstisch, weet je wel. Ja, dat is ook heel egoïstisch. Maar je hebt natuurlijk nooit dat het, dit is je doel en je staat hier, dat je in een rechte lijn die kant op gaat. Want het is gewoon een één grote achtbaan en je komt eruit en je maakt van alles mee. En je traint in feite een heel jaar voor maar 17 seconden, maar daar zit wel echt alles in.
je explosiviteit, je kracht, je snelheid, je concentratie wat optimaal moet zijn, je timing uit de machine, je goede lijn die je moet houden, je moet je aflossing perfect hebben zodat die gasten daar optimaal van kunnen profiteren van je drift, van je wind. Het is echt, ik vind het fantastisch mooi. Het doet gewoon wat met je, ja, serieus, prachtig. Ja, dat vind ik mooi.